welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik voel me heel emotioneel vandaag. Om op een positieve noot te starten. Ik voel me echt heel goed, lichamelijk en mentaal. Buiten dat ik mij vandaag heel emotioneel voel, maar... de tijd van de maand komt eraan, dus dat zal er ook wel mee te maken hebben. Maar ik was me deze morgen aan het bedenken hoe goed ik me eigenlijk de laatste dagen voel. Ik heb zo weinig buikpijn. Ik heb misschien TMI, maar ik heb prikkelbare darmsyndroom. Dus ik heb soms diarree als ik iets verkeerd eet. Ik ben ook lactose intolerant, dus... ik heb echt al 2 weken geen diarree meer gehad. Wat echt heel fijn is, want dat is soms zo vervelend. Ik ben er wel gewoon ondertussen. Maar wauw, deze 2 weken heb ik niks gehad. Ik voel mij zo... Ja, ik weet het niet, gelukkig. Ik voel me echt goed. Mijn workouts gaan goed. Het eten gaat allemaal zo goed. Ik weet het niet, ik voel me echt goed. Zoals jullie weten, train ik samen met Dylan. Allee, ik train niet elke dag met Dylan. Ik train 1 keer in de week met Dylan. En gisteren had ik weer een training met hem. En hij pusht me echt super goed. Wat echt goed is voor mij. Want soms kan ik wel wat slacking zijn in de gym of op mijn gsm zitten. En mijzelf niet tot het uiterste pushen. En ik voelde me daarna echt super goed. Vandaag heb ik wel een beetje spierpijn in mijn armen. But it's all good. En ik voel me echt goed. Ik heb veel minder last van mijn angsten. Ik zit hier heel veel trouwens naar mijn pilletjes te kijken van mijn angst. Ik moet die vandaag nog nemen. Ik weet het niet. Ik heb zo... Mijn buik is zo goed. Ik voel me zo... Goed in mijn buik, in mijn darmen, in mijn maag. Ik voel me niet bloated. Ik kan goed naar het toilet gaan in plaats van dat ik last heb. Ik heb niet zoveel last van bloating of gassen. Bijna niet zelfs. En ik was deze morgen echt aan het denken, wauw, ik heb me echt lang niet meer zo goed gevoeld. Vooral in mijn darmen en in mijn buik. Ik doe ook een voedingsschema via hem. En ik ben echt zeker dat dat vandaan komt. Allee, logisch natuurlijk, want voeding beïnvloedt dat allemaal. Dus ik ben echt super blij, super gelukkig daarover. Was ik me echt net aan het bedenken. Ik hoop dat het zo verder gaat natuurlijk, want mijn voedingsschema's gaan ook switchen na zoveel tijd. Maar ik voel me echt goed. Dat wil ik toch even zeggen. Dus ja, ook dank u Dylan natuurlijk. Ik weet niet als hij naar de video's kijkt. Maar bij deze, ik heb me echt lang niet meer zo goed gevoeld. Ik ben heel vaak naar diëtistes geweest. Om te kijken wat er aan de hand was. Wat ik wel mocht eten, wat ik niet mocht eten. Heel veel geprobeerd, maar precies niks dat werkte. En... Deze 2 weken, alleen de eerste 2 dagen had ik wel last, want dan kon ik niet naar het toilet gaan. Maar daarna ineens, wauw. Mijn darmen zijn echt gewoon precies normaal of zo, zoals die moeten zijn. Ook 's avonds als ik in bed kruip of zo, mijn darmen gingen altijd zo heel de avond en dan kon ik kei moeilijk in slaap geraken. Dan moest ik nog eens naar het wc lopen of werd ik 's nachts wakker met buikpijn. Was mijn buik echt zo dik dat ik zo ongemakkelijk was. En ik heb dat niet meer gehad. Dus ja, echt wauw. Super fijn. Ik had het wel na mijn cheat meal. Maar dat is wel normaal, denk ik. Omdat je dan ineens terug volle bak vet en keiveel olie. En er zaten keiveel ajuinen in en rauwe sojascheuten en zo. Ik denk wel dat dat dan logisch is. Maar voor de rest, nu voel ik me terug super goed en al. De dag daarna doe ik terug gewoon mijn voedingsplan en dan voel ik me zo goed. Maar oké, ik hou dat gewoon even kwijt. Want natuurlijk, op YouTube deel ik heel veel van mijn leven. En dat is wel... Allee, mijn darmen waren iets wat me echt wel heel veel beïnvloedde in mijn leven. En waardoor ik ook vaak angst kreeg van... Oh nee, zelfs ga ik mij
niet goed voelen of ga ik naar het toilet moeten of weet ik veel wat. En dus dat is goed en dat werkt hier ook wel goed. Dat zou ik toch even meedelen. En dan als tweede, waardoor ik me deze morgen minder goed voelde. Dus ik was wel goed opgestaan en dan ineens slecht. Omdat er iemand gecomment had op mijn video dat ik een spelfout had gemaakt in de titel. Dat is niet de eerste keer. Ik maak wel meer spelfouten. Maar het was gewoon echt niet op een leuke manier gezegd. Er werd echt zo gezegd van, kun je alsjeblieft eens op je taal letten? Ja. En zo van, het is toch niet moeilijk om daarop te letten? Doe dat gewoon en zo. En dat vind ik wel spijtig dat er zo'n comments komen. Want ik heb dyslexie al van zolang ik weet. Ik heb ook concentratiestoornissen. Ik heb ADD en dyslexie. Dus voor mij is het moeilijk om dingen te zien. DT-fouten. Sorry, maar dat valt me niet op. En ik snap mensen die dat wel zien. Dat die dat heel vaak niet begrijpen. Hoe dat komt. Maar ik zie dat echt niet. En je mocht mij zoveel aanleren van het kofschip. En al die dingen. Is dat voor DT? Ik denk het. Maar ik onthoud dat niet. Ik weet niet, dat slaat zich niet op hier. Omdat... ik weet niet hoe dat komt, maar dat zal wel gewoon die dyslexie zijn. Maar ik zie zo'n dingen niet. Dus als ik een spelfout maak, is dat niet dat ik niet op mijn taal let. Of dat ik geen moeite doe. Ik doe heel veel moeite. Ik probeer er echt op te letten. Ik had ook over laatst ergens blijkbaar onder een foto jou zonder W geschreven. Terwijl het jou moest zijn. Maar... dat valt me echt gewoon niet op. En ja, ik doe echt, echt, echt mijn best. Maar ik snap natuurlijk being out in the public. En velen die mijn video's zien of die mijn foto's zien. Als er dan een fout is, ja, dat die dan denken van zeg, kun je daar nu niet op letten? En dan word je natuurlijk gejudged. Maar ik heb altijd zoiets van, oordeel niet zo snel. Want je weet echt nooit wat iemand heeft. Dat geldt gewoon niet alleen voor dit, maar gewoon over andere dingen. Als je iemand op straat ziet en je denkt, wat is er met... allee, gewoon, ik ga nu maar iets stom zeggen, maar stel dat er iemand op straat is, een vrouw, en die heeft heel weinig haar of kale plekken of zo. En dat je dan zo direct gaat zeggen tegen vriendinnen, van, kijk die haar of zo. Maar misschien heeft die vrouw iets, hè. Misschien heeft die een ziekte, heeft die kanker, valt die haar uit. Je weet dat toch nooit. En dat is 100 keer erger als dyslexie, hè. Dus, maar ik bedoel gewoon maar, judge niet zo snel. En ik vind het zeer oké. Heel zeker, jullie mogen mij altijd verbeteren. Want dat is natuurlijk heel fijn. Ik heb liever dat iemand mij zegt van, kijk, hier is een spellingsfout. Dat ik dat kan aanpassen. Dat er honderden mensen dat zien en denken van, oei, spellingsfout... en dat dan niet zeggen en dat er zo nog honderden mensen dat zien. Dus ik heb het zeker heel graag als jullie dat willen, alleen mij daarin willen helpen. Zeker, doe dat. Dat vind ik heel fijn als jullie dat doen. Maar ja, gewoon zeg dat op een vriendelijke manier. Want dan schreef er ook iemand onder van, je kunt het ook op een vriendelijke manier zeggen. Wie weet, heeft zij dyslexie of is er iets? Of heeft ze dat gewoon niet gezien? Dat kan ook, hè. Dus zeg dat dan gewoon op een vriendelijke manier. En ik ben all for it. Ik zou heel graag willen dat jullie dat zeggen. Niet dat jullie nu zoiets hebben van, oei, ik kan niks zeggen. Jawel, ik wil echt dat jullie dat zeggen. Maar zeg dan gewoon van, hey Thalisa, hier staat een spelfoutje. Ik zie dat je vindt zonder DT hebt geschreven. Dan moet met DT. All good, hè. Maar zeg niet van, hey, let eens op je taal, hè. Trekt op niks of zo'n dingen. Dat komt zo aanvallend over, terwijl ik er echt niks aan kan doen. En Sam verbetert heel vaak die dingen. Als die dat ziet, maar Sam heeft ook nog andere job. Dus mijn fulltime job. Alleen niet alleen YouTube, maar ook Instagram, de webshop en zo. Maar ja, Sam heeft ook nog andere dingen te doen buiten YouTube. En die ziet dat dus ook niet direct.
En als hij het ziet, past hij dat ook direct aan. Ik run ook niet alles wat ik heb geschreven langs het samen. Ik ga niet zeggen van, hey, kunt je dit verbeteren, kunt je dit verbeteren, kunt je dit verbeteren. Want dan gaat het samen ook zot worden. Ik krijg wel heel veel hulp van Sam of van Celine. Ik kan er altijd alles aan vragen als ik twijfel of zo. Maar soms zie ik het gewoon niet. En dan denk ik, ja, dat wordt zo geschreven. Dus ik wil gewoon even zeggen, cut me some slack. Ik ben ook maar een mens. En ik heb dyslexie. En ja, ik denk dat er meerdere zijn die dat hebben. Dus help mij zeker. Maar alsjeblieft... Zij een beetje vriendelijk. Dat is natuurlijk leuk. Ik snap ook wel. Ik ben een beetje. Ja. Out there. En ik deel heel veel. En het is gemakkelijk om een persoon die heel veel deelt te judgen. Maar je weet nooit alles over iemand. Mijn vlogs zijn bijvoorbeeld ook maar 10 minuten of zo van een dag. Terwijl dat er veel meer uren zijn in een dag. Dus. Oh, sorry hè, man. They are sending me text. Oh, kijk trouwens eens naar mijn hoesje. Deze heb ik besteld op Casetify. Oh, stelt niet scherp precies. Aha, daar zijn we. Dat is Milky. Met kerstmisdingen. Cute. Maar oké, ik wou gewoon heel even hierop komen. Om dat te zeggen. Just sharing the good and the bad. Dus, maar morgen beginnen we met Vlogmas. Ik hoop dat jullie er naar uitkijken. En dat jullie het leuk gaan vinden. We hebben wel leuke video's in aantocht. Dus ik hoop echt dat jullie het tof gaan vinden. Doe zeker thumbs up. Dit is echt gewoon een praatvideo, sorry. Maar ik wou gewoon even mezelf zijn en alles gewoon even delen. En dat gewoon kwijt. Ik weet dat het geen vlog is of zo, of gewoon maar gezaag is. En jullie moeten dat ook niet kijken als jullie dat niet willen, natuurlijk. Maar ik zie jullie morgen voor Vlogmas, hè. Dag iedereen. En dank je om te luisteren. Morgen! Oh!